Een hele goede dag, beste kijkers van Crypto Coin Talk. En wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier bij ons op het YouTube-kanaal. Mijn naam is Thijs en vandaag ga ik met jullie kijken naar Cardano, Holochain en VeChain. Vind jij dit nou interessant? Laat hier beneden eventjes die like achter. Abonneer je ook als je nieuw bent. En vergeet zeker niet op dat belletje te drukken om op de hoogte te blijven van wanneer wij wat posten. Nou, dan gaan we nu maar eens kijken naar de analyses, want dat is tenslotte waar jullie voor zijn gekomen. Wil jij nou jouw altcoin geanalyseerd hebben in de volgende altcoin analyse? Laat het dan eventjes weten beneden in de comments. En vergeet ook zeker niet eventjes een tipje te geven van wat hier nog in moet komen te staan. En heb jij wellicht wat leuks? Stuur dan gewoon eventjes een mailtje naar info@cryptocointalk.nl. We zijn altijd benieuwd of er nog creatievelingen zijn onder onze community. Daarbij, voor de mensen die het nog niet weten, wil je leren traden op basis van technische analyse? Ga dan zeker even naar de website cryptocointalk.nl. Daar vind je alle informatie over de tradecursus en daarbij ook de begeleidingsgroep die we hebben. 86 reviews met 4,5 ster en daar zijn we enorm trots op. Dus check dat zeker eventjes mocht je daar interesse in hebben. Dan gaan we nu maar eens kijken naar de drie altcoins. Zoals ik al zei, Cardano, Holochain en VeChain. Het is daarbij wel heel erg belangrijk om te weten dat traden niet zozeer gaat om het hebben van gelijk. Of niet zozeer gaat over het juist hebben van een bepaalde richting. Het gaat erover dat jij kan inspelen op een bepaalde koersbeweging en dat vaker goed doet dan dat het fout gaat en daarmee winst maakt. Dus ik ga ook kijken naar twee scenario's. Dus een bullish scenario en een bearish scenario. En voor de investeerders onder ons die deze video kijken, is dat nog steeds super interessant. Want dan kan je dus wellicht een gunstiger inkoopmoment krijgen. Wellicht een gunstiger verkoopmoment, et cetera. Dus blijf zeker kijken. En dan gaan we nu maar eens wat altcoins behandelen. En we beginnen bij niemand minder dan Cardano. Ben jij nou een Cardano holder? Laat het hier beneden ook eventjes weten. Dat is altijd wel lachen om te zien. Aangezien er een hele hoop mensen zijn die toch wel de interesse in deze munt hebben. Ik ga gewoon live met jullie die analyses maken. We trekken hier een horizontale lijn over de gelijke hoogtes heen. Dus dat is deze en deze high. En daarbij markeren we een stuk consolidatie wat we hier hebben gezien. En die consolidatie in combinatie met die voorgaande highs is een heel erg krachtig patroon eigenlijk. Wat er dus voor kan gaan zorgen dat de prijs daar een reactie gaat zien. En dat is daarbij ook op dit moment de eerstvolgende verwachting. Dat wanneer Cardano een daling gaat maken, een verdere daling, dat is waar we op dit moment van uitgaan. Waarom gaan we daar op dit moment van uit? We zitten in een hele sterke bearish trend. Wat helemaal niet gek is, als we gaan kijken naar de enorme stijging die Cardano heeft laten zien vanaf 2020. Dus het is niet zo gek dat we nu een retracement zien. En dat geldt eigenlijk voor alle altcoins. Dus laat je niet gek maken door de markt. Blijf lekker hangen, want daar ga je straks zo enorm veel voordeel mee hebben. Ik ben zelf in 2017 begonnen en heb ook de bear market van 2018 meegemaakt. En ik ben mezelf zo enorm dankbaar dat ik door ben gegaan met het leren van technische analyse, het leren van traden, het blijven investeren in de markt en daarbij ook het blijven geloven in de technologie en het fundament ervan. Want dat heeft op dit moment een hele hoop opgeleverd. Dus kop op en blijf zeker doorgaan. Dat is wel echt een belangrijke tip om ook mee te geven. Maar zoals we dus al zeiden, Cardano zit in een flinke bear trend. En die zal eerst gebroken moeten worden, willen we iets gaan zien van een stijging. Alle stijgingen die we nu gaan zien hier rond die lagere niveaus zijn eigenlijk eerder reacties van levels. En niet zozeer het neerzetten van een reversal, oftewel die kanteling in de trend. En dat is wat je wil zien. Zonder die kanteling is er namelijk geen nieuwe prijsconstructie en zal er ook geen nieuwe uptrend gaan vervolgen. Maar wat zijn nou daadwerkelijk de scenario's, Thijs, en waar moeten we nou op letten? Dat ga ik nu met jullie behandelen. Zoals we al zeiden, de prijs is omlaag. Daar gaan we dan dus ook gewoon nog steeds vanuit. Duidelijke lower lows en lower highs. En dan kijken we dus naar een plek waar we nog een afwijzing kunnen gaan zien voor een verdere daling omlaag. En die daling omlaag, die zal naar mijn inziens richting de 37 tot aan 30 cent zijn. Om vanuit daar toch iets van een reactie te gaan laten zien.
Mocht het nou zo zijn dat die reactie daar sterk genoeg is en gaan we een reversal neerzetten, dan moeten we een kaars gaan sluiten op de weekgrafiek boven de 1.24. Want wanneer we dat gaan doen is de kans heel erg groot dat we weer in die definitieve uptrend komen voor Cardano en een prijsbeweging gaan zien richting de $3. Is op dit moment nog wel enorm hoog gegrepen. Laten we eerst maar eens kijken of we hier die steun kunnen gaan behouden. En wat nou eigenlijk als we die steun niet gaan behouden? Waar ga ik dan kijken voor een mogelijk koopmoment, een instapmoment of iets waar ik op ga anticiperen? Zoals jullie weten treden wij voornamelijk op supply and demand. Dat is ook de strategie die we hanteren in de cursus. En dat is ook de strategie die wij leren aan onze cursisten. Dus dan gaan we gewoon zoeken naar die supply and demand levels. En dan zien we dat we hier eigenlijk een hele mooie zone van consolidatie hebben. Deze gehele zone ziet er gewoon heel erg goed uit. We hebben hier wel iets teruggetest, maar de demand die is achtergelaten nadat we zijn uitgebroken, die ligt daar nog. Dus ik begin dan eigenlijk met het kijken naar de niveaus die we hieronder hebben. En dan spreken we eigenlijk over de 16 tot aan 12 cent. Dat is eigenlijk de eerstvolgende zone waar ik persoonlijk interesse heb om een koopmoment neer te zetten. Betekent niet dat we daar hoeven te komen. Hè. Zoals ik net al zei, technische analyse gaat niet om het hebben van gelijk. Het gaat erom hoe je kan inspelen op bepaalde scenario's. Dus ik kijk op dit moment naar een bounce van de 37 tot aan 30 cent om vanuit daar wellicht toch nog een verdere daling in te gaan zetten richting die 16.12. Voor mij langetermijn koopmomenten, misschien ook voor jou uiteraard geen financieel advies. Dan gaan we maar eens door naar Holochain. Wat we daar zien is iets wat lastiger dan op Cardano, want de prijs heeft hier al een hele hoop teruggetest. Door middel van deze wick hebben we eigenlijk alle orders uitgenomen die hier in die prijsregionen lag. Wat vrij vervelend is, want dat zorgt er namelijk voor dat we geen structuren van liquiditeit meer hebben die ervoor kunnen zorgen dat we een bounce gaan maken. Maar waar gaan we dan naar kijken? Dan kijk ik gewoon heel simpel naar verschillende horizontale niveaus. En ik ga hier eventjes een supportzone intekenen. Dit is gewoon een reguliere support / resistance lijn of zone eigenlijk die we vanaf de candle close tot aan de wick hebben getrokken. En dan zien we dat we nadat we hier de higher high neer hadden gezet, die zone hebben teruggetest, support hebben gevonden, nog een keer die zone hebben getest, support hebben gevonden en op dit moment weer op die zone zijn gekomen te liggen. Dat betekent dus dat de zone al heel erg vaak is getest. En ik weet wellicht wel dat sommigen van jullie het gezegde ook wel kennen. Des te vaker een support of resistance wordt getest, des te zwakker die wordt. Dus de kans is ook heel erg groot dat we hier straks door die steun heen gaan zakken en uiteindelijk op lagere niveaus gaan komen. Maar waar gaan we dan uitkomen? Ik kijk dan persoonlijk echt een heel stuk lager. Daar hebben we een hele mooie demand liggen. En dat is ongetwijfeld een niveau waar ik een instap ga maken. Want die zone is gewoon heel erg sterk. Start van de impuls, begin van de uptrend. En wanneer de prijs helemaal terugkomt naar een dergelijk niveau, kunnen we daar ongetwijfeld een reactie gaan laten zien. Ook hier weer perspectief, heel erg belangrijk. Prijs is van 584 naar 3 cent bewogen. Dat is een prijsstijging van 16.000%. Dus je kan jezelf ook al voorstellen dat het helemaal niet zo gek is dat die prijs aan het dalen is wanneer we zo hard zijn gestegen. Het is heel belangrijk om alles in verhouding te zien. Maar gaan we daar dan nu komen binnen enkele dagen, weken of maanden? Dat weten we niet. Maar wat ik wel weet is dat dit een niveau is waarvoor ik voor de lange termijn wil gaan kopen. We hebben hier ook aardig wat hoogtepunten liggen die ook netjes oplijnen. Dus die zouden ook nog wel iets van een reactie kunnen gaan geven. Maar gaan we daar al naartoe bewegen, dan kijk ik liever naar die start van de impuls voor een instap. Zoals ik dus al zei, ziet Holochain er zwak uit, omdat we dus die liquiditeit hier op die lows allemaal al hebben uitgenomen. En daarbij is het op dit moment ook zo dat we een lower low neer hebben gezet ten opzichte van deze low hier. En ook een duidelijke lower low hebben neergezet ten opzichte van de low hier. Wat we daaruit kunnen concluderen is dat we nog steeds in die downtrend zitten. Dat zien we ook wanneer we hier de algehele trend hebben. Een high, een low, een lower high, lower low, lower high, lower low. Dus op dit moment ook weer
ergens een lower high. Maar we weten ondertussen wel dat de markt aan het dalen is. Maar wanneer gaan we dan weer stijgen? Voor Holochain is dat eigenlijk bij het volgende scenario. Of op dit steunniveau. En dat we dan de high hier op het niveau van de 73 gaan breken. Daar een higher high neerzetten op de weekgrafiek. Om vervolgens die kanteling te maken en de uptrend te vervolgen. Of dat we toch nog die daling iets verder voort gaan zetten richting die maandelijkse demand area, of vanuit daar die reactie te gaan zien. En zo zie je dus weer ook weer twee scenario's, bullish en bearish, want op beide kan je inspelen door middel van het shorten, oftewel het wedden dat de prijs zakt. En daar krijg je dan uiteindelijk profits uit. Wil jij dat nou ook leren? Check dan de website. Dat leren we de cursisten daarbij ook. Dus of die prijs nou stijgt of daalt, doet er niet zoveel toe wanneer je trade. Maar als je investeert, zie je hem natuurlijk liever omhoog gaan. Dit is wel een niveau van steun. Dus mocht je hier voor de lange termijn in zitten, zouden we hier reactie kunnen gaan zien. Het is daarbij wel zo dat die zone al meerdere keren is getest. Dus zwakker wordt, waarbij de kans op het er doorheen breken des te malen groter is. Dan gaan we door naar onze grote vriend VeChain. En als jij nou tot het einde of richting het einde van deze video bent gebleven, vergeet dan even niet die like achter te laten. Dat is een blijk van waardering voor ons en zorgt er ook voor dat we gemotiveerd blijven om dit te doen. VeChain heeft daarbij ook best wel wat al dicht getest. Dit zou echt een prachtig niveau zijn geweest. Deze demand die we hier hebben. Maar het jammere hieraan is dat die al is getest. En daarbij is het ook zo dat we hier een hele hoop highs hebben liggen. Die hebben we gebroken, geretest. En hebben vanuit daar die upside gemaakt. Zon nog een keer teruggetest hier door middel van deze wick. Toen zagen we die enorme rally omhoog. Ook hier ga ik het er weer eventjes bij pakken. De lineaire schaal. De verhouding en dat je alles in het complete plaatje moet zien is ook hier weer enorm belangrijk. Want we zijn gigantisch hard gestegen van ongeveer zo'n 0,006 cent naar een 28 cent. Dus dat is ook weer een immense stijging. Het is helemaal niet gek dat we die daling zien. Zorg ervoor dat je het allemaal in verhouding blijft zien. Anders wordt het heel erg lastig. Maar wat gaan we nou dan zien voor VeChain? Ook hier weer, prijs is dalende, duidelijke lower lows en lower highs. Maar wanneer gaan we nou die kanteling maken en waar ligt de prijs op dit moment? Op dit moment is het zo dat VeChain op iets van steun ligt. We hebben hier een demand area zitten en daarbij ook nog eens een horizontaal niveau die eigenlijk een beetje lijkt op die van Cardano door middel van die twee highs die we hier hebben. Dus we hebben deze high en we hebben deze high. En die lijnen perfect op met elkaar. En dat zorgt er dus voor dat je hier een vrij krachtige zone hebt. En dat zien we ook. We zien op dit moment reactie op VeChain. Waardoor we dus zouden kunnen gaan kijken naar een bounce. En op de lagere timeframes zouden we kunnen gaan kijken naar een instap en een mogelijke trade. Kunnen we hier een reversal gaan maken? Jazeker. Wat moeten we daarvoor doen? Ook hier weer de voorgaande high breken met de wekelijkse candle close daarboven. En dan heb ik het over de 8,9 cent. Lagere niveaus. Daar kijk ik op dit moment nog niet zo expliciet naar, omdat VeChain toch wel op een veel duidelijker level ligt dan Holochain daarbij bijvoorbeeld. En dit niveau was daarvoor ook nog niet echt getest. Maar mochten we nou omlaag gaan bewegen, dan kijk ik eigenlijk naar de complete zone hier, de complete support/resistance zone, de algehele break van die structuur en daar de retest van. Hier liggen een hele hoop orders in deze niveaus van mensen die de retest hebben gekocht, de mensen die hier long zijn gegaan. Dus ongetwijfeld dat wanneer VeChain een verdere daling maakt richting die 008, dat we daar reactie gaan zien en hoogstwaarschijnlijk dus ook een vervolg van de uptrend. Vond jij dit nou een duidelijke video en heb jij weer nieuwe inzichten voor jouw altcoins? Laat dan eventjes die like achter. Laat mij hier beneden weten wat je van de video vond en wat we met die kast achter ons moeten doen. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Wens ik jullie een prettige dag en zeggen wij weer, houdoe.